Ik ben John Forsledo. Ik ben werkzaam binnen de bank sinds 1990 en op dit moment geef ik leiding aan het team dat zich bezighoudt met informatiebeveiliging. Ik vind het leuk om leiding te geven aan een team, omdat ik graag met mensen werk. Eigenlijk is het al een van mijn hobby's van vroeger, was het coachen van het sportteam. En dat gebruik ik ook weer bij het leidinggeven. De informatie is voor een bank steeds van meer belang en we hebben er ook steeds meer van data. Vroeger had je dat gewoon ergens in kasten zitten en dan kon je een fysiek slot opzetten. Tegenwoordig is het allemaal elektronisch weggezet en moet het voor iedereen beschikbaar zijn. Het risico dat het daarmee in handen komt van kwaadwillenden neemt daarbij ook toe. Het is een kat-en-muisspel, want wij moeten zorgen dragen dat het veilig blijft en zij willen eigenlijk ons geld beroven. Ze komen niet meer met een paard, ze komen wel met een Trojan. We hebben ons eigen security lab. Alle mogelijke virussen die hebben we opgeslagen daar. Die PC's laten we expres besmetten. Dan kunnen wij daar weer mee kijken, oké, wat hebben ze nu weer opnieuw bedacht? Dan kunnen wij bepalen welke maatregelen we daarvoor kunnen gaan nemen. Wat erg leuk is van het werk binnen ABN AMRO is dat je je tijd erg flexibel mag indelen. Voor mijzelf betekent dat, dat omdat ik nogal vrij ver van Amsterdam vandaan woon, dat ik de gelegenheid heb om mijn woon-werk beter in balans te brengen. Daardoor kan het best zo zijn dat ik dan lekker op een mooie zomerse dag niet naar ABN AMRO toe rijd, naar Amsterdam, maar mijn racefiets pak en dus even lekker ga uitwaaien. Natuurlijk, het werk voor de bank is best wel hectisch soms. En dan op de racefiets met die wind om je oren heen, ja, dat is gewoon heerlijk even tot jezelf kunnen komen. En als je dan thuis komt, ja, en lekker onder de douche gestaan hebt en dan naar je werk toe gaat, ja, dan ben je al fris en heb je overal weer zin in.